Ik mis mijn jongen zelf. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play The Legend of Zepi, Ocarina of Time. Ik ben er weer, vergat ik bijna te zeggen. In de vorige aflevering zijn we als Jan Zepi, zijn we dus zeg maar naar de laatste quest gegaan. Zijn we erachter gekomen dat er een paar glitches zijn. Sommige in het nadeel, sommige in het voordeel in de Nintendo 64 versie. Ik weet nog niet of het ook in de 3DS versie is wat skills betreft. Maar dat hebben we allemaal gedaan, dus we hebben alle upgrades en alles gedaan als jonge Zeep. In deze aflevering gaan we weer terug naar de woestijn. Mooie muziek. In deze aflevering gaan we dus weer terug naar de woestijn, omdat we daar dus zeg maar nog de spirittempel hebben waar we nu verder mee kunnen gaan. Aangezien dat we vorige week vrijdag, of ja, afgelopen vrijdag, oftewel tweede afleveringen terug, voor de mensen die dit later kijken. Tot we daar dus zeg maar de silver contents hebben gehaald en tot we dus nu zeg maar eindelijk de dungeon in kunnen. Nou, voordat we de dungeon in gaan, verdorie, zelfde pleeg, ga nou eens naar die lote dungeon, we willen het nou eens een keer zien hoe dat het daar gaat. Weten jullie nog dat ik hier een zaadje heb? Serieus, ik heb hier een magic seed geplant vanwege één reden. De eerste reden is... Wat staat hier al? Oh nee, dit is... Nee, die moeten we niet hebben. Als je hier staat wel dat het nacht is... Stop je niet gelijk op me spant, ik word boos. Je gaat me nou toch niet vertellen dat ik het mis heb, hè? Jawel, Zeep, je hebt het hartstikke mis. Ik dacht dat hier een Golden Skulltula op zou spannen. Jammer dan, Zeep, je hebt het mis. Er komt daar geen Golden Skulltula. Oké, prima, whatever. Zal wel goed zijn. Goed dan, de andere reden waarom dat je deze wil doen. Dus eventjes met dit mooie blaadje meevliegen. Hoe kan dit blaadje eigenlijk... Oh ja, Magic Beans, hè. Dus Magic. Heb je een vraag over iets? Magic. Hier zit die Golden Skulltula. Ik... Really? Oh... Tuurlijk, en nou haal ik de sprong en dan zul je weer net zien dat het dag wordt. Oh, 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 oh. Niks is zo moeilijk als van een bewegend platform af te springen. Verschrikkelijk gewoon. Goed, nou, we wachten weer eventjes tot het nacht wordt. Waar zit hij? Oh, daar zit hij. Oké. Dus hier zit inderdaad een golden... Hier zit inderdaad een Golden Skulltula. Altijd leuk om te weten. Nou... Als we die te pakken hebben gehad, is de grootste reden namelijk, aangezien dat we zien dat we nog maar tot we 18 hartjes hebben. En dat we weten dat er 20 hartjes te vinden zijn in The Legend of Zelda Ocarina of Time. Nou, ik word geraakt van hier tot de begin, maar het maakt niet uit, want ik weet dat er namelijk nog een Piece of Heart voor ons is. Die ons helemaal zal herstellen. Deze Piece of Heart zit op het einde van de rit op deze Magic Leaf. Oh, echt serieus, dit is al de vierde keer, vijfde keer dat ik op dit stomme plantje spring. En wat je wil doen is, je wil zeg maar zo staan. Je wil met je rug zeg maar... ...naar de tempel toe staan. Geloof me hiervoor, want... ...anders, dit is namelijk ook weer zo'n sprong... ...die moet je maar weten. Of je kunt het eigenlijk... Oh nee, deze gaat zo eromheen. Oké, wachten. Le spring. En je hebt hem. Mooi. Onze final piece of heart. Dit is de laatste piece of heart. We hebben geen pieces of hearts meer in het spel. We hebben de piece of hearts 100% compleet. En natuurlijk full health. Yay! Dus het enigste hartje die we nou nog op dit moment kunnen vinden is dus zeg maar de baas van de spirittempel. Dus laten we daar maar eens mee gaan beginnen. Werd een keer tijd na 4 minuten al in deze aflevering te zitten. Ik bedoel, ik heb het nog beloofd. Oké, de zwevende potjes. En in plaats van dat wij dus nou de kleine kruipruimte aan de linkerzijde ingaan, gaan we nou de grote zware kant van de rechterkant in. En met deze handschoenen kunnen we dus eindelijk deze blok aan de kant schuiven zonder enig probleem. Daar ben ik blij om. Mag wel wat sneller gaan. Dankjewel. Eigenlijk hadden ze dit ook zo kunnen doen dat je maar één duwtje nodig had of zo. Maar ach ja, lekker belangrijk. Goed. Nou zien we hier dus zeg maar dezelfde soort van kamer eigenlijk. Als die we gehad hebben als jonge Zeep. Laten we eerlijk wezen. Ik bedoel,
De ene die had dan een kruipruimte in het midden. En ja, die had dan zeg maar links en rechts ook een deur. En die ging dan open op het moment dat we alle vijanden hadden verslagen. En hier hebben we een switch die we moeten raken. Oké. Even kijken, want volgens mij heb ik nou geen bommen nodig. Dus ik denk dat we de longshot maar eventjes nodig gaan hebben. Ik weet dat we de ocarina hier heel erg vaak gaan gebruiken. Oh nee. Niet weer deze stomme rotdinger. Oh. Krijgt dit spel hier nou nooit genoeg van? Het is net zoals in Mario 64 de Red Coin missie. Ze houden niet op. Ze blijven maar komen. Oh, ik ben zo teleurgesteld. Serieus. Oké. Kom op, pak die. Ik word hier echt niet vrolijk van. Dit is een van de dingen waarvan ik zeg van... Kom op, zeg. Hebbes. Goed. Nou, oh, boy. Mag ik eventjes weer die pantoffels uit? Echt in... Jullie op de Ocarina of Time, de 3DS-versie, hebben het een stuk makkelijker aangezien dat dit gewoon items zijn die je aan moet zetten en uit kon zetten. Daar heb je gewoon een als itemslot. Plus nog eens het voordeel dat je, vier itemslots hebt in plaats van maar drie. Ik weet het, ik zeur er veel over. Mijn excuses als ik er een beetje te veel over zeur, maar dit irriteert mij gewoon echt. En ja, ik noem dit nog steeds mijn beste Zelda-game. Omdat de ervaring die ik heb gehad als kind... toen ik dit speelde, vergeet niet, voor mij is dit de eerste Zelda in 3D. Maar, ja, die ervaring die is gewoon niet, zeg maar, te beschrijven. Ik ben opgegroeid met de eerste... Dank je. Ik ben opgegroeid met de eerste Zelda games die dus, zeg maar, alleen maar van bovenaf waren of een sidescrollen waren. Dit was de eerste ervaring in 3D en die ervaring, dat onderzoeken, dat... Ja, het vechtsysteem, dat was zo nieuw voor mij toen die tijd. Dus daarom ben ik er eigenlijk heel erg enthousiast over nog steeds. En daarom zeg ik ook dat het de favoriete Zelda game is. Als dat nou niet het geval was, dan zou ik echt wel kijken naar Twilight Princess of een Skyward Sword als nummer 1. Maar om heel eerlijk te zijn, ja, dit blijft gewoon mijn nummer 1. En dat kan ik helaas, kan ik niks aan veranderen. Oh, deze! Secret like die in één keer uit de lucht valt. Ik weet niet waarom dat ze me dachten van... Nou, misschien is het een goed idee om een like vanuit de lucht te laten vallen. Maar ze hebben het gedaan. Nou, hier hebben we dus zeg maar de small key die we nodig hebben om verder te mogen gaan in de Spirit Dungeon. Echt, waarom die puzzelruimte? Ik zou het niet weten. Oh, en ik weet dat ik nou ondertussen weer rupees nodig zou hebben. Of ja, rupees weer kan oppakken. Vergeet niet jongens, we hebben op het moment iets van 800 rupees. Gewoon, kwijtgemaakt door, zeg maar, dat we geen rubies nodig hadden. Dus, ja, ik blijf nog steeds bij mijn standpunt. Rubies zijn niet echt nodig. Ik denk dat we zelfs in totaliteit, als ik alle rubies bij elkaar optel, die we dus, zeg maar, gebruikt hebben om dingen te kopen of minigames te doen. Really? Je had er op zijn minst een stalfos neer kunnen zetten. En ik zeg dat en ik word geraakt door jou. Maakt niet uit. Maar ja, als ik alles bij minigames en alles bij elkaar op zou tellen, ik denk dat ik nog geen 200 roepjes eigenlijk gebruikt heb. Dus oké, nou, hier moeten we weer eventjes Zelda's Lullaby spelen. Zoals ik al zei, hier gaan we de Ocarina heel erg vaak gebruiken. Dus best wel vervelend op sommige punten, maar het is de Spirit Temple, dus waarom ook niet. Nou, zien we dus zeg maar dat er een grote kist verschijnt. Deze kunnen we op twee manieren te pakken krijgen. Of we switchen over naar de hoverboards. Of we pakken hem gewoon zo. Met de longshot. Net zo makkelijk. En dan vinden we al gelijk de kompas. Oftewel, de kompas. Grappig uit de kompas is eigenlijk... dit is de enige tempel waarvan ik weet dat je de kompas eerder eigenlijk vindt als de map. Al denk ik dat je de map zelfs als Yanling te pakken kan krijgen. Dat weet ik niet zeker. Dus ik begin nou een beetje te twijfelen aan mezelf. Maar zo ziet het eruit als je dus wel de kompas hebt, maar niet de map. Best wel eigenaardig. Oh, en hier weer zo vriendelijk om een like op te laten vallen. Ik weet niet, het is een beetje zeg maar van... welkom bij het spel. Je bent nou in de laatste tempel. Dus laten we je booby traps geven. Al moet ik zeggen dat het wel een beetje zeg maar de piramide-stijl geeft. Ik bedoel, in piramide heb je toch ook altijd van die traps die je in die films altijd zo ziet. Dus, ach ja. Een beetje eenzelfde... Ja, hij lijkt een beetje op dezelfde kamer die we eigenlijk al eerder hebben gevonden. Je weet wel, met Yanling aan de andere kant van de tempel.
Maar op zich... Volgens mij is dit dezelfde kamer, alleen dan een spiegelbeeld. Ik hoor helaas niet het geluid van de Golden Skulltula, want dan zat daar zeg maar de Golden Skulltula, maar... Oh ja, de zonnepuzzel. Wat wil je moeten doen? Is, we hebben hier een onzichtbaar beest. Dit is zo'n floormaster. Dus ik ga nog niet eens de moeite doen eigenlijk om dus te... Eén hebben we er. Gewoon blijven spinnen. Oh, dit gaat fout. Ik zie ze niet. Waar zijn ze? Fijn, ik pak daar Lens of Truth wel. Zeurspel. Waar zijn ze? Waar zijn die eikels? Zijn ze in hem neergevallen? Ik zie ze niet. Oké, blijkbaar zijn ze naar beneden gevallen. Ik wist nog niet eens dat dat mogelijk was. Oké, prima. Laten we maar doorgaan met de zonneschijndinges. Wat we geleerd hebben in de jonge zeepversie, 7 jaar geleden. Dus, een zonlicht reflecteert zeg maar op een spiegel. En die spiegel die kunnen wij dus alle kanten opdraaien. Mag ik jullie daar heel eventjes op wijzen dat dit eigenlijk dus zeg maar een beetje onzin is. Omdat deze logica's niet werkt. Want op het moment zie je dus zeg maar, het staat in het licht heel erg netjes. Maar draai ik hem dus nog eentje verder. Dan gaat de zonlicht, bestaat dan nog steeds. En dat is trouwens ook een floormaster of een wallmaster die dan naar beneden komt vallen. Maar... We staan met onze rug van de spiegel, staan we eigenlijk naar het zonlicht toe. Dus er is geen mogelijkheid waardoor dat dus eigenlijk zeg maar het zonlicht nog zou kunnen reflecteren. Dus deze logica klopt niet. Sorry, maar dan had je het licht echt van bovenaf moeten laten gaan. Dan zou het nog eventueel plausible zijn. Dus volgens mij zijn het booby trap chests. Nee, dan is de tweede een booby trap. Ik weet dat hier heel veel booby traps in zaten. Ja hoor, dit is de booby trap. Daar was ik al bang voor. Die wil ik jullie gewoon nog heel eventjes laten zien. Een kist die je gelijk bevriest op het moment dat je denkt van... Hé, ik heb een kist gevonden. Hola de jena, ben ik blij. Deze daarentegen is hartstikke nep. Daar willen we dus ook geen moeite aan gaan verspelen. Nou zijn hier een paar dingen die we hier kunnen doen. Wat eigenlijk dus zeg maar best wel leuk is. Aangezien dat dit een grote puzzelkamer is. Ten eerste zien we daar in de verte zien wij een kistje of een schakelaar. Sorry, mijn excuses. En die schakelaar die is verroest. Dus we hebben weer nodig de hamer... En we hebben ook nodig de floating pantoffeltjes. Ik denk dat ik de longshot er ook wel eventjes bij hou nog. Oké, nou. Laten we hem maar heel eventjes zo eroverheen dashen. Geef een ram aan die hamer. En de deur gaat open. Mooi. Denk ik dat dat eigenlijk de kamer is zeg maar, waar we als Janling naartoe zijn gegaan. Maar niet dat ik dat zeker weet. Dan willen we hier op deze hand landen en dan zien we dus zeg maar een Triforce op die hand. Dus gratis, want wij weer mogen gaan spelen. Ja, je wordt echt moe van dat nummer. Ik weet het, jongens. Mijn excuses. Ik zelf heb zoiets van... Ja, het nummer... Er zijn zoveel nummers. En Saria's Song hebben we 1 keer hoeven te gebruiken voor een Piece of Heart. En 1 keer om te laten zien eigenlijk dat we... Welke nummers hebben we eigenlijk nooit hoeven te gebruiken? Elk nummer hebben we wel 1 keer moeten gebruiken, maar... De meeste nummers waren echt van dat je ze niet echt nodig had, dus... Ach ja, nou, in ieder geval, wat we moeten doen is, we moeten hier even op het kistje mikken. Net niet. Mooi. En dit is namelijk waar wij onze sleutel gaan vinden die ons, zeg maar, verder brengt waar we naartoe moeten gaan. Mijn excuses. Oké, nou. Heb je dat gedaan, pak ik heel eventjes Dins Fire erbij... Of dat zijn de fire arrows. Ik moet Dins Fire hebben. Dank je. De pantoffeltjes eventjes uitdoen. En dan gaan we hier naar beneden toe. Want hier beneden... En ja, dat ik zo terugdenk... Kun je dit dus zeg maar ook doen als... Young Zeepie. Dus mijn excuus is dat ik dit niet heb gedaan als Young Zeepie. Maar als je hier Dins Fire gebruikt... Komt hier dus een kistje tevoorschijn. En hier vinden we een stuk wc-papier in. Handig om te weten. La 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 la, ik was te snel. Wc-papier, heel erg leuk. Nou, goed.
Nou weten we dus zeg maar dat hier een schakelaar zit tot we hier gewoon op kunnen klimmen. Maar dit is niet de locatie waar dat we naartoe willen gaan. Waar brengt deze deur ons eigenlijk naartoe? Daar heb ik eigenlijk nog nooit naar gekeken. Wat is hier? Ik ben hier nog nooit geweest. Nou ben ik nieuwsgierig, jongens. Oké, dit is nieuwigheid voor mij. Deze deur is mij nog nooit opgevallen. De hel. Zeg ik als ik verbijsterd ben. Is deze kamer dan niet waard of zo? Ben ik hier wel een keer in gegaan? Maar tot ik gewoon dacht bij mij van wat is de punt of dat? Dit skip ik gewoon de volgende keer. Oké. Dit brengt ons terug naar het begin van de dungeon. Wat de... Oh, het is een shortcut. Maar waar brengt hij ons dan naartoe als hij naar boven gaat? Of gaat hij niet naar boven? Oh. Oh, ik snap hem al. Oh, ik voel me nou zo'n dombo. Met grote oren. Roze olifanten. Dit brengt je dus gewoon, zeg maar, naar de centrale kamer toe in het midden. Geen wonder dat ik deze kamer nooit meer geëxploord heb. Het is nog niet eens voor een golden sculpture of iets. Het brengt je gewoon, zeg maar, dit geeft een shortcut. Mocht je zoiets hebben van, nou, ik ga de volgende keer verder met deze tempel. Dat je dus, zeg maar, ja. Oké. Ik voel me nou een beetje een dummy. Maar het is dus, zeg maar, gewoon voor een shortcut. Dat is eigenlijk alles wat het doet. Het zorgt ervoor dat je gelijk in deze kamer kan komen vanaf het moment dat je de tempel ingaat. Niet nodig dus. Oké, nou. Oh ja, er staat er nog een kistje. Maar dat is voor pijlen. Nou ja. Fijn. Staat er nog een kistje? Ja, er staat nog een kistje. Goed. Ik zal eventjes laten zien of het was pijlen of het was 5 roepies. Het was niet echt het... Het was het niet waard. Waarom verspeel ik hier mijn tijd? 5 roepies. Sommige kistjes weet ik goed dat het niet waard is. Ah, dan moet ik weer de pantoffeltjes aantrekken. Wat leuk. Nee, nou... Soms zie ik wel eens van die kamers en dan denk ik bij mijn eigen van waarom ken ik deze kamer niet? Maar die heb ik gewoon verdrongen omdat, ja, ik in het begin echt zoiets had van deze kamer is zinloos. Oké, dus negeer die kamer en dan negeer ik automatisch de kamer. Zo werkte ik een beetje toen die tijd van alles wat ik deed of maakte zeg maar in de video's. Dan had ik echt zoiets van, oké, nood hiertoe. En dat ging dan in mijn hersens. Dat ging dan gewoon van automatisch. Van deze kamer hoeven we niet te doen. Deze kamer hoeven we niet te doen. Deze skippen we. En zo leerde ik gewoon dus zeg maar zelf mijn eigen patroon van hoe dat ik het spel speelde. En het is een hele lange tijd geleden dat ik dit spel heb gespeeld. Nou, deze die zijn dus heel makkelijk te killen met fire arrows. Zoals ik dus had verteld. Enigste zwakte van hun is namelijk vuur. Dus je wil ze allemaal killen. Ja, je kunt zeg maar Dint Fire gebruiken. Maar ik vind pijl en boog vind ik gewoon veel leuker. Hallo. Oké, dan gaat die deur open. En als ik me niet vergis met die andere schakelaar. Dan komt er ergens een kistje tevoorschijn die ons een sleutel geeft. Of... Oh nee, dat is de schakelaar om die Anubis vijanden te verslaan. Mijn excuses, dat is de Circle of Fire. Oké, deze kamer. Is een stinkkamer. Ik zeg het gewoon heel erg luid. Het is gewoon een stinkkamer. Hier heb ik uren en uren heb ik hier vastgezeten in deze rotkamer. Je hebt hier een switch. Deze switch die activeert zeg maar... Ja, ik zal het gewoon laten zien. Mijn ervaring. Switch gaat open. Deurtje gaat open. Goed, ik ga naar die deur toe. Wat gebeurt er? Deurtje gaat dicht. Al deze stelfels... zijn vijanden. Deze die zullen dus zeg maar richting jou naartoe springen. Ik heb hier uren vastgezeten, niet wetende wat ik moest doen. Ik heb ze allemaal verslagen, misschien kwam er aan een doos. Werkt niet. Ik heb de tempel afgezocht, misschien was het de dungeon item. Een blok die je dan zeg maar kon oproepen of iets. Was het niet. Dus. Wat je hier moet doen. Je wil hier zo dicht mogelijk bij de deur gaan staan. Oh, ik haat deze zo erg. Dan moet je die stafels raken. En op het moment dat hij op de schakelaar springt. Wil je gelijk de deur door. Hoppakee. Want op het moment dat hij er weer vanaf springt, gaat die deur dus zeg maar weer dicht. Dus dit is de manier waarop ik heb geleerd. Zo moet het en niet anders.
Oké, nou hier hebben we twee onzichtbare kistjes. Lens of Truth is niet echt nodig. Aangezien dat de kompas duidelijk laat zien dat ze daar staan. Dus handig om te weten dat ze daar staan. Twee hartjes. Het is het toch niet echt waard. Maar goed, buiten dat. En dan gaan we hier deze deur door. En wat vinden we hier? Een Iron Knuckle. Wat leuk. Nou, weten jullie nog de strategie die we hebben gedaan als Young Link? Werkt hier precies hetzelfde. Wacht tot hij slaat. Wacht tot hij slaat. En doe een jump aanval. Het enigste verschil is, we doen nou twee keer zoveel schade. Want we zijn volwassen. Dus dit gaat een stuk sneller. Let wel, op het moment dat je geraakt wordt, doet nog steeds heel erg veel schade. Dus daar wil je zeker voor uitkijken. Op het moment dat hij weer zijn harnas kwijt is, wil je weer de step oefening doen tegen hem. En hij is verslagen. Nou, hetzelfde als bij Young Link. Wil je, dan heb je dus zeg maar hard issues. Gebruik Nyru's Love of zorg ervoor dat hij die pilaren raakt. Zodat er dus zeg maar drie hartjes uit zullen vallen. Heel erg fijn om te weten natuurlijk. Nou, dan komen we hier eindelijk zeg maar aan deze kant. En het grappige is, op dit moment valt er hier een kistje. Waarom dat die valt? Ik weet niet. Ik wist niet of het al mogelijk was om zeg maar als Adult Link daar te kunnen komen. Volgens mij wel. Maar het probleem is, als dit kistje hier al zou staan, dan zou je er dus zeg maar naartoe kunnen hoekshotten. En dat zou een heel groot probleem zijn. Fun fact, op de GameCube versie of op de GameCube of op de 3DS versie is dit logo veranderd. Wegens, weet ik van wat voor reden. Ander logo. Maar goed, deze afstand namelijk, omdat daar namelijk de Silver Gauntlets in waren. Deze afstand is de longshotten. Dus op het moment dat we in die hele grote kamer waren en we daar dus zeg maar het pad konden nemen van Young Link. Of jonge zeep, zoals we hem vaak noemen. Dan zouden we dus zeg maar, als de kist daar al staat, zouden we dus zeg maar er zo naartoe kunnen hoekshotten of longshotten. En zouden we het dus al zo kunnen pakken. Dus daarom is de reden eigenlijk dat hij dus naar beneden moet vallen als hij hier doorheen komt lopen. Heel erg handig om dat te weten natuurlijk. Nou, nadat we dus de item te pakken hebben gekregen en een behoorlijke chunk van de Spirit Temple hebben gehaald, wil ik het hierbij laten in deze aflevering. In de volgende aflevering gaan we dus compleet de Spirit Temple halen. Geen belonie meer met van, oh, cliffhanger voor de bosroom of iets in die trend. Dus ik dank jullie voor het kijken. Heb je een leuk momentje? Laat het weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. En ja, laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. Zeker op prijs gesteld. Dus morgen keer verder in de Spirit Temple gaan we hem helemaal klaarmaken. Gaan we hem helemaal winnen, denk ik maar. Dus ik hoop jullie dan te zien. Nogmaals bedankt voor jullie support. Jullie zijn geweldig. En ik zie jullie morgen bij de volgende aflevering. Doei!